wachttijd voor een orgaantransplantatie is in Nederland lang. Te lang. Hier kan alleen iets aan veranderen als meer mensen zich registreren als donor. En met dit doel kwamen Leidse geneeskundestudenten zaterdag in actie. Wij zijn vandaag een donoractie aan het houden. Wij zijn met medisch studenten en vrijwilligers op straat en we zijn mensen aan het aanspreken over orgaandonatie, of ze donor zijn, of ze donor willen worden en of ze een keuze hebben gemaakt en of ze die geregistreerd hebben. Jij hebt zelf een orgaantransplantatie gekregen. Ja, dus ik heb 2 keer een nieuwe long gekregen. En vertel eens, ja, uiteraard was er iets met je eigen longen aan de hand, maar dat traject waar je in komt op het moment dat je ziek wordt, hoe gaat dat? Ja, dus mijn longfunctie werd steeds slechter, waardoor ik steeds minder dingen zelf kon. En ik belandde in een rolstoel, ik zat aan het zuurstof en later lag ik echt in het ziekenhuis aan de beademing te wachten totdat er nieuwe longen kwamen. Er is een enorm tekort aan donoren in Nederland en dat is een groter probleem dan mensen vaak denken. Dus we willen heel graag dat mensen hier meer bewust van worden en dat mensen zich inschrijven als wel of geen donor. En dan komt ineens het goede nieuws. Hoe voelt dat? Ja, dus dat was echt voor mij een prachtig moment. Hoewel je natuurlijk ook wel beseft dat het echt een persoon is die jou die organen gaat geven. Dus je denkt ook wel aan de nabestaanden. Maar ja, de dankbaarheid is gewoon heel groot. En vanaf dat moment beslis je ook gewoon van ik ga er wat van maken. En dank je wel en ik ga het doen, weet je. Ja. Het probleem is groter dan veel mensen denken. Hoe groot is het probleem? Nou, er zijn momenteel 3 miljoen mensen geregistreerd als donor in Nederland. En dat is absoluut niet genoeg. Want per jaar zijn er maar ongeveer een paar duizend mensen die geschikt zijn als donor. Terwijl de wachtlijsten een stuk groter zijn dan dat. Dus er moeten ontzettend veel meer donoren bijkomen. Nou, ik verbaas me over wat heel veel mensen zeggen dat ze al donor zijn. Dus ja, dan ben ik gewoon uitermate blij mee natuurlijk. En er zijn al een heleboel registraties die ik heb mogen ontvangen. Die gewoon de mensen die gelijk zeggen, ja, ik wil het zeker worden. En een aantal denken er nog over na bijvoorbeeld. Maar over het algemeen hele positieve reacties. Dus ik ben daar heel erg blij mee, ja. Het doel van de IFMSE is dat zoveel mogelijk mensen zich registreren. Want een keuze maken is het belangrijkst. Dat kan zowel ja of nee zijn. En zo'n registratie is online in 2 minuutjes gedaan. Op www.donorregistratie.nl